Hallo, welkom bij de digitale training voor de AMBO Hubaars voor dit jaar. Uh, door corona kunnen we niet meer bij elkaar komen, dus over, zijn we overgestapt naar de digitale vorm. En ik ga jullie vandaag meenemen. Het uh, zal niet lang duren in alle veranderingen van 2021. Ik ben Alex van Scherpenseel, Senior Beleidsadviseur bij AMBO. En ik heb de belastingen en toeslagen in mijn portefeuille. Vandaar dat je vandaag met mij te maken hebt. 2021. Uh, Iedereen zag uh, met belangstelling uit naar het belastingplan 2021, Prinsjesdag dit jaar. Vooral wat betreft de voorstellen over het belasten van box 3. Maar zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk, uh, teleurstellend, want er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Uh, ik ga je toch een paar dingen vertellen, omdat het wel van belang is voor ook de toekomst. En uh, ja, jullie kunnen gewoon vragen krijgen van, uh, van uh, leden van AMBO, dus dat weten jullie wat meer. Uh, de vorige staatssecretaris die had een, een vrij ambitieus plan, daar heb ik jullie vorig jaar van alles over verteld, om uh, belasting over vermogen op een andere manier te doen. Je weet het nog wel met die de, de eerste vier ton is vrij, dat stond er in de kranten. Uh, goed. De huidige staatssecretaris, meneer Veilbrief, die heeft in het voorjaar aangegeven dat hij dat helemaal niks vond en hij zou na de zomer met een nieuw voorstel komen. Nou, het is nu na de zomer. Uh, er is nog steeds geen nieuw voorstel, maar er zijn wel ontwikkelingen. Um, wat ik al zei, de aangekondigde structurele herziening van het belasten op vermogen is er nog steeds niet. Um, en um, we weten eigenlijk niet waar deze staatssecretaris naartoe wil. Het AMBO-standpunt is al jaren, je moet gewoon belasten op basis van het feitelijke rendement. Dus als jij 100 euro spaarrente krijgt van de ING, dan heb je overigens wel heel veel geld op je spaarrekening staan, maar dit terzijde. Dan moet je gewoon die 100 euro belasten en niet gaan kijken hoeveel vermogen je hebt, want dat is een oneindige discussie en daar kom je nooit meer uit. Toch zijn we daar nog steeds niet op, de, op dat niveau. Wat wel een belangrijke ontwikkeling is, en het is een beetje een, 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 een handreiking naar mensen met spaarrekeningen, uh, he, want het probleem is dat de belasting over het spaargeld vaak meer is bij de meeste mensen dan de rente die ze krijgen, misschien zelfs bij iedereen wel op dit moment. Het, wel een handreiking die de staatssecretaris heeft gedaan, is het heffingvrij vermogen gaat per 1 januari 2021 naar 50.000 euro per fiscaal partner. En het was 30.000, nog iets, 846, als ik het goed heb. Dus dat is een vrij forse verhoging. En dat betekent dat bij heel veel mensen het vermogen buiten de belastingheffing blijft van box 3. Dat is goed, alleen er zit een hele dikke adder onder het gras. Die hoge grens geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Voor alle andere regelingen, toeslagen, voor ons het belangrijkste, maar ook voor mensen die eigen bijdrage betalen voor de wet langdurige zorg. En andere inkomensafhankelijke voorzieningen of vermogensafhankelijke voorzieningen blijft het op het oude pijl staan. En dat is 31.340 euro vanaf 2021. Dat is dus niet zomaar meer een wet van mede- en persen, wat jarenlang zo is geweest: dat het heffingvrij vermogen voor de IB voor alle andere regelingen geldt. Die 50.000 euro is alleen voor de inkomensbelasting en voor de andere regelingen blijft het, het lage bedrag. Bijvoorbeeld ook voor de huurtoeslag. Dat is wel een belangrijke natuurlijk. He, mensen, als je 1 euro belastvermogen hebt, uh, uh, dan heb je geen recht op huurtoeslag. Misschien zijn mensen die, zich, die dit weten al rijk aan het rekenen. Die denken, gaat ze naar 50.000 euro, dus heb ik nu recht op huurtoeslag? Nee, dat blijft op dit niveau. Dus ook als je, al heb je 40.000 euro spaargeld en je bent in je eentje, heb je nog steeds geen recht op huurtoeslag, omdat je boven die grens zit. Dit is allemaal nog niet zeker, want deze week uh, 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 wordt uh, het belastingplan behandeld. Eind december uh, gaat het door de Eerste Kamer. En pas tegen het kerstreces uh, weten we of het definitief is. Op het moment dat alle wijzigingen definitief zijn, komen alle wijzigingen, uh, niet alleen voor de inkomstenbelasting, maar ook voor de toeslagen, op het Hubo-platform te staan en kunt u ze doorlezen. Dank u wel en tot gauw.